Ja jongens, een hele goede dag en tof dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Gear Talk. In deze aflevering ga ik de Korda Cookware Range met je doornemen. Ik ga je precies laten zien wat hier allemaal in zit. Ja, en ik ga je natuurlijk deze twee fantastische cookware bags laten zien. Dus blijf vooral lekker kijken, want er komen een aantal hele toffe producten voorbij. Ja, de Korda Cookware Range, natuurlijk bekend in deze olijfgroenbruine kleur van Korda, die ze al een aantal jaar doorvoeren, maar tegenwoordig ook verkrijgbaar in de Dark Camo variant. Ja, een zeer toffe kleur en er zitten een aantal items bij die super handig kunnen zijn langs de waterkant. Maar ik ga even beginnen met deze olijfgroene variant. Nou, deze bestaat uit een vak aan de bovenzijde die je makkelijk kan openritsen. Ja, en dan aan de binnenzijde begint het eigenlijk al. En ja, ik vind dit heel slim bedacht. Sowieso dat we hier nog eventjes op terug gaan komen. Dit is namelijk de gas canister cover. Maar wat je meteen ziet is dat ze een tussenschot in deze tas hebben gemaakt. Ja, en deze is gewoon verwijderbaar door middel van klittenband. Dus zo kan je de tas in dit geval ook nog eens zelf indelen zoals dat je hem wilt. Wat ook heel handig is bij deze tassen, is dat ze hier aan de onderzijde nog een vak hebben gemaakt. En dit vak, daar kan je direct bij de onderzijde. Nou, waardoor is dit handig? En daarmee komen we ook meteen terug bij deze gas canister cover. Deze kan je namelijk hier perfect inplaatsen. En door middel van dan in dit geval ja, je slang die aan je gaspitje zit, naar buiten te voeren. Ja, hoef je niet heel je cookware bag in dit geval direct te demonteren. Maar kan je hem dus gewoon op deze manier makkelijk intact houden. En kan je heel makkelijk bij al je producten. Verder is er in deze tas nog gebruik gemaakt van deze extra zakjes. Je hebt er hier eentje in de deksel. En je hebt er hiervoor ook nog eentje extra. Dus mocht je in dit geval wel eens je theelepeltjes vergeten. Ja, dan hoef je daar niet meer bang voor te zijn bij deze tas. Nou, deze gaan we even aan de kant zetten. En dan komen we meteen bij die theelepeltjes uit. Dit is de Korda Tea Set. Nou, deze die wordt geleverd met drie van deze superhandige opbergbakjes. Uiteraard kan je hier natuurlijk ook gewoon je oploskoffie of je normale koffie in doen. Nou, en deze set komt ook nog eens geleverd met drie super toffe mokken. Die ook meteen in dit tasje zitten. Ik probeer ze er even voorzichtig uit te halen. Want je wil natuurlijk niet dat het beschadigt. Maar zo hebben ze in dit geval de zwarte. De burgundy. Oftewel de bourgondisch rood. En de olijfgroene. Ja, super tof. Zeker wel een hele toffe set. En meteen over die theelepeltjes. Ze hebben in dit geval ook de Korda theelepeltjes. Dus die kan je perfect in deze set houden. Of je kan ze natuurlijk in het voorvak van je cookware bag doen. Nou, wat ik zeg, een hele gave set. En zeker voor ieder wat wils. Want ook de kleuren zijn natuurlijk gewoon super tof. Wat ik zeg, deze tassen van Korda hebben zichzelf al meerdere keren bewezen. Ook deze tas is enorm waterdicht. Ja, en dat is natuurlijk wel gewoon een groot voordeel dat die tassen waterdicht zijn. Want daardoor hoef je ook niet bang te zijn dat je oploskoffie in dit geval uit zichzelf oplost omdat er vocht bij komt. Nou, dat is in dit geval de T-set. En dan komen we vervolgens aan bij deze Dark Camo Cookware Bag. Nou, dan vraag je je misschien af, is er echt heel veel veranderd, behalve de kleur? Nou, qua handvaten, et cetera, is het niet echt veranderd. Hij heeft twee van die verstevigde handvaten die je in dit geval ook terugvindt bij de koeltassen. Nou, ook de onderkant is verstevigd, dus daar is goed over nagedacht. Het zijvak zit ook op zowel de olijfgroene als op de dark camo variant. Dus hier heb je ook nog eens extra ruimte. En over die extra ruimte gesproken, daar kan je in dit geval natuurlijk ook perfect deze windscreens in plaatsen. Vooral de kleine variant, die past perfect in dit vak. Dus dan hoef je ook niet meer bang te zijn dat de wind op je gaspitje slaat. Nou, datzelfde vak zit ook nog aan de andere zijde, dus je hebt in dit geval voldoende opbergruimte voor bijvoorbeeld bestek, borden en noem het maar op. Dus eigenlijk kan je met deze tas alles meenemen wat je nodig hebt aan de waterkant om te koken. Nou, ook de bovenzijde is weer voorzien van die verharde deksel. Is natuurlijk altijd wel een groot voordeel. Daardoor beschadig je gewoon minder snel je materiaal. Nou, die bovenste flap is ook weer voorzien van een extra zakje met rits. Makkelijk voor je bestek of eventueel andere dingen. En ook deze tas heeft in dit geval weer datzelfde
verharde element wat vast zit met klittenband, waardoor je je tas zelf kan indelen. Ik heb hier ook nog de gas canister in die dark camo kleur. Super tof. Voordeel van zo'n cover is in dit geval dat die en je gasbus beschermt. En wat ook een groot voordeel is, vooral met het koudere weer wat eraan komt, is dat door middel van zo'n cover je gasbus net ietsjes warmer blijft. En je daardoor heel erg makkelijk gewoon nog steeds je koppen koffie kan zetten. Zonder dat je gasbus kracht verliest. Nou, dan hebben we hier aan de voorzijde weer datzelfde handige vak. En zoals je ziet heb ik deze nu eventjes niet opengeklapt. Dus wat je ook meteen ziet is dat je hem eigenlijk naar een eigen indeling kan inrichten. En aan de voorzijde hebben we ook weer deze handige extra vakjes met ritsen. Waardoor je dus ook niet bang hoeft te zijn dat je materiaal zoals klein materiaal, noem een aansteker of iets anders die je gewoon standaard in je cookwarebag houdt, kwijtraakt. Nou, deze ga ik weer even dichtritsen. En zoals je ziet, hij staat gewoon op zichzelf. Dat is wel echt een heel groot voordeel. Hij is stevig. Een stevige tas is in dit geval ook gewoon meestal een hele fijne tas. Ook deze zetten we even aan de kant. Nou, dan komen we uit bij deze windscreens. Deze windshields of windscreens heb je in zowel de small als in de large variant. Nou, die large variant heb ik hier. En wat je gewoon ziet is dat deze heel compact opvouwt. Dus ook heel makkelijk in je cookwarebag past. Nou, wat hebben ze dan eventueel nog meer vanuit de range? Nou, mokken zijn nou eenmaal natuurlijk gemaakt van materiaal wat je helaas kapot kan laten vallen. Want zij maken bij Korda namelijk wel gebruik gewoon van de stenen en geglazuurde mokken. Nou, deze die heb ik hier ook nog eens in het zwart. Het donkergroen. Ja, en het compleet zwart met in dit geval het grijze logo. Dus zoals dat ik zeg, ook deze zijn super tof voor Vaderdag, de kerstdagen, een verjaardag, noem maar op. Maar zeker voor de karpenvissers onder ons, een heel tof item om mee te nemen naar de waterkant. Nou, ben je benieuwd naar deze items, zorg ik ervoor dat ze hier onder in de bio staan. Ja, en wil je deze producten op je gemak nog eventjes terugkijken en in dit geval eventjes lezen wat er allemaal komt bij zo'n set? Check dan eventjes de linkkaart hierboven. Hier kan je namelijk direct bij ons op de site zien over welke producten we het hebben. Nou, verder wil ik je vragen om te subscriben op ons kanaal en ook zeker even op dat belletje te klikken, zodat je niks mist van de video's die online komen. Ja, like deze video en ik zie je hopelijk bij de volgende Gear Talk. En misschien gaan we het dan wel hebben over een item wat perfect past bij jouw najaarsvisserij.